in het begin gaf het mij een goede rush. Daarna bracht het me heel veel negativiteit en werd ik er vooral heel erg paranoia van. Sam uit Breda was een jaar verslaafd aan flakka. Ik at bijna niet meer, ik sliep bijna niet meer. Ik heb mensen om me heen in de steek gelaten die er wel voor me waren. En ik heb veel slechte dingen gedaan. Beelden van flakka zijn vooral bekend uit Amerika, maar de druk heeft nu ook West-Brabant bereikt. Nou, het probleem is zeer groot. Wij zien heel veel meldingen in Roosendaal, in Bergen-op-Zoom, in onze hele regio. Daarom hebben wij een brandbrief gestuurd naar de Eerste Kamer om aandacht te vragen voor het verbod op flakka. De overlast van flakka-gebruikers is zo erg dat de gemeente Bergen-op-Zoom de winteropvang heeft moeten sluiten voor de gebruikers. Het betekent dat medewerkers ziek zijn geworden. Mensen die daar zaten bij de opvang ook agressief zijn benaderd. Het stoot bepaalde geuren uit waardoor mensen onwel worden. Mensen uiteindelijk ziek worden en uitvallen en dat moeten we niet hebben. Flakka heeft vooral een aantrekkingskracht op kwetsbare mensen. Mensen die al langere tijd gebruiken en op meerdere leefgebieden problemen hebben. Bijvoorbeeld problemen met huisvesting of psychische problemen. Dus echt multiproblemen. En deze groep wil vaak helemaal van de wereld zijn en daar is flakka ultieme middel voor. Het is nu nog niet verboden. Je kunt het gewoon op sites bestellen. En dan komt de postbode het gewoon naar je toe brengen. Maar tegenwoordig kan je het ook gewoon in een smartshop kopen. Officieel staat erbij dat het alleen maar not for human consumption, alleen maar verkocht wordt voor onderzoeksdoeleinden. Ja, iedereen weet gewoon dat dit dat gewoon onzin is en dat het gewoon natuurlijk voor de consumenten bedoeld is. Mensen weigeren bij de winteropvang is nodig, maar niet de oplossing. West-Brabant wil een betere opvang voor de verslaafden. Maar we zien dat deze mensen heel veel problemen hebben en dat ze vaak het natraject heel belangrijk is. Dus beschermde woningvoorzieningen creëren, dat is heel erg belangrijk. Dus Den Haag, help ons. Geef ons de instrumenten om daarmee aan de slag te gaan. En vooral lokaal laten we elkaar schouder aan schouder staan om deze mensen ook te helpen. Want het blijven ook gewoon mensen net als u en ik. Sam is intussen al een jaar clean. Ik heb gezien hoeveel het kapot kan maken. Die waanzin waarin ik heb geleefd, wil ik nooit meer terug naartoe.